naar Charles de Keetlaren. Ah ja, neem. Met een hoofd hoort in het nieuws. Ja. Ik kwam er al nieuws van. Dat is juist gezegd, dat moment voor de win van nou. Ja, maar, allee. Ik pijs het hier niet in. Ja? Ja. Wie scoort er, Joost? Wie scoort er? Oh, dat ben gelijk. Dat ben gelijk. Hij ook scoort. Dat was een zien, joh. Echt Clubbrugge vandaag te pakken voor zichzelf? Ja, zeker weten. En waarom? Zeker, ze zijn vorige week verloren tegen Eupen en waren met toch beter dan Eupen. Maar ik ben wel heel tevreden over de manier van spelen van onze ploeg. En dat maakt mij heel blij. Ja. Tevreden met de eerste helft? Zeker weten, we moesten twee keer scoren. Hè. Daar heb je kansen vindt en Bruin moet dat afmaken. Hè. Wat moet er gebeuren in de tweede helft? Oh, er moet niet veel gebeuren. Hè. En een leek spelletje ook goed, hè. Maar we gaan toch voor die overwinning gaan. Inbreng van Stan Brand misschien? Oh, ik weet niet. Hè. Ik weet niet. Het zou goed lijken hoe dat hij. Ja? Zou goed lijken hoe dat hij. Gewoon dat tikkeltje net meer. Hè. Stan Brand dus? Oké. Stan Brand. Fantastisch. Zalen. In 3 jaar tijd hebben we niet meer gezien. Nee. Zo'n match, zo'n voetbal. Dit nu Antwerp goed scoren. Lukt niet, maar vandaag ook niet in de stem. Okay. Wauw, inzet. 3 oefenmatches gespeeld. Antwerp, Brugge en toch Henk. En toch weer Moldrast. Ja, voelt anders de overwinning. Ja, het zou wel zijn. Je stem een beetje laten liggen, maar twee stemmen hebben het goed gepakt. En het één moet winnen, kunnen winnen, hè, de beste keur. Dat zat misschien een klein beetje meer in. Ja, een klein beetje meer in, maar ja. Hoe hier kunt, dat een puntje, dat is 2 punten extra. Hè. 1 puntje. Oh ja, 1 puntje, oh, sorry. Puntje ja, 1 puntje extra. Nu Brugge niet zo goed vandaag. Nee, maar dat speelt geen rol. De verdediging van Zoutenworm enorm goed vandaag. Ja, hij. Al achter, ja. Dat zit vrij goed. En hoe je het dan bedoel gezien, en hoe je het Dramba heeft, en hoe je Sammy Bosite ziet vandaag. Ja. Vrij goed. En zelfs op plaats en dan een goede stamroom gezien. Ja, dat is wel. Haal die sketje aan de nog ben, joh. Ja,
Maar ja. Joost, hoe content zijn nu? Ik ben vrij content. Ja. Super. We hebben weer een karakter gezien. En dan een ploeg. Dat we al 3 jaar missen, zo'n karakter. Dat was lang alleen nu. Ja, dat was lang alleen. Van 4 weken. Ja. En tevreden vriend met het resultaat van Tom. Moest er 3 in geweest zijn. Ja. 3 in, zeker en vast. Dan moet je ook zeker die eerste, maar zeker die eerste hol. Content met een puntje. Maar van nee, natuurlijk. Hier. Nee, de multimiljonair ploeg, hè? Voilà, multimiljonair. Is het al goed? Ze heeft een vaste hand in de mis. Oh, yeah. Zij is de dochter van de ploeg. Een naam vele landen die noemen haar nood. Ja. Is volgens u? Vreho, hey Mathies? Ja. We pakken dat volgende week naar thuis tegen Henk en dan komt dat zeker goed. Ja. Mijn pronostiek was 1-2, maar de 1-1 voelt momenteel aan als 1-2. Als een overwinning. Ja. Misschien dan beter over de wedstrijd. Hoe was de sfeer op de autobus? De sfeer op de autobus? Ja. Zeer goed, hè? Maar het is nog niet gedaan. Hè? Het is nog niet gedaan, hè? Frans Bauer is door de boksen aan het blazen. Het is vreho. Dat is wat gaan we dan doen, toch? Wat? Nog een beetje drinken. Ah ja, dat gaan we zeker doen. We zijn nog niet halverwege, hè. Voilà, zijn we zien. Love the champions, love the world.